Voor mensen die die appelboom mod willen hebben, dat is de Motrees mod. Google het maar gewoon, dan vind je het wel. Of zoek een tutorial van how to install, weet ik wel, Motrees mod. En dan staat er meestal wel een link in de beschrijving bij de video's. Ik ben trouwens ook aan het overleggen met iemand, misschien kijkt hij deze video nu wel. Om mods te installeren, of tutorials te geven. En dan link ik gewoon, weet je wel, jullie naar die video als jullie dan mods willen hebben. Maar dan zijn we nog heel eventjes ook aan het bespreken. En ik heb YouTube Partnership aangevraagd, dus ik heb het nog niet. Maar ik hoop namelijk dat ik het krijg, echt waar. Want dan kan ik namelijk 30 minuten video's maken. Zouden jullie het leuk vinden om 30 minuten. Ik kan niet eens praten vandaag. Minuten video's te zien. Langer dan 30 minuten. Want heel veel mensen zeggen. Meer Minecraft, bla bla. En dan zeg ik van. Ja, maar ik kan maar zoveel per dag uploaden en bla bla bla. Plus, het is minder lange of exporteertijd. Want meestal exporteer ik over de hele nacht, snap je? Als ik dan over de. Oh, de kant moet ik op eigenlijk. Die. Als ik overnacht exporteer, dan slaap ik gewoon. Dus dan boeit het eigenlijk niet. Dus als ik een half uur tot een uur aan episode maak, dan. Ja, dan neemt het gewoon minder tijd voor mij in principe. Oh, waarom doe ik dat? Jawel. Even kijken. Ja, fight gewoon. Die kant op. What the fuck zijn dit voor bomen, gek? Ik wil het wel weten eigenlijk. Ze nemen in ieder geval heel lang om te. Fuck dat. Kijken welke kant we op moeten. Rechtdoor. Oh, een dikbak. En er zijn zeker geen bubbelscams hier in de buurt, hè? Huh. Jammer, want dan kon ik koekjes halen en dan kon ik een giraf temen. Oeh, een bam. Heb ik. Ik heb natuurlijk weer niks bij me. Nou ja, fuck it, dan gaat hij dood. Dat is de makkelijkste oplossing uit het leven, mensen. Als je niks bij je hebt om aan te geven, maak hem gewoon dood. Guinea pig, klaar? Oh, we zijn er weer bij mij. Is hij al dood? Ah, ik dacht dat hij dood was. Oeh, hij is bijna dood. Pak hem, maak hem dood. Eindelijk. Jeez Louise. Even zien. Koekpartje krijg ik hiervan volgens mij. Ah, heb ik hem al. Ja, ik heb hem al. Oké, we gaan eventjes deze kjalm killen. Dat doe ik wel eventjes. Oh shit! Ik hitte mijn guinea pig. The fuck? Dat was niet de bedoeling. We gaan hem nog heel eventjes hier verder trainen. Kom, guinea pig. Get over here. Even kijken hoe lang die nog moet. Wow, hij is pas op 400 van level 3. Dat is echt weinig. Ik ga eventjes een mob spawner moeten vinden, denk ik. En ik laat hem niet tegen sharks vechten. Oh, hallo. Holy shit, hij heeft ook nog echt mijn pickaxe gestolen. Wat een loser. Oké. Oh, ik dacht even dat het een mummy was. Oh, een blorp. I'll take it. Waarom doe je niks? Oh, hier, kom. Weg!
get him. Nice. Nog 5 blokcolas. Wow, wat is daar aan de hand? Ah, nee. Damn it. Oké, gaan we het doen of gaan we het niet doen? Ja. Ik ga het doen, denk ik, maar dan wel alleen. Stay. Oh, shit. Of niet. Ja. Fight. Oh, een floep. Die zijn veel beter om te killen. Oh, shit. Goed zo, Kitty Pig. Sparky Mix, Spark, Spark. Oké, daar zijn van die rare pigs. Go get him. Dat was heel bedoeld. Oh shit, lag. Nee! Oeh, ik dacht heel veel dat hij mijn guinea pig aan het killen was. Shit, dat was niet handig. Kom hier. Kom hier. Fuck off. Pak hem, guinea pig. Sparky Mix, Spark, Spark. Pak hem. If you see a chick, you got hit with a shovel. Ah, ik hou van dat nummer. Sweet. Pam. Oeh, exploding eggs. Nice. Kwak. Kwak. Evil scientist. Hoi. Ja, het is al goed. Dit wordt een lang gevecht, dat ga ik je vertellen. Oh shit! Nee! Ik krijg de hele tijd lag als ik hem van mijn hoofd af doe. Nee! Oeh, dat was die bijna dood. Ik ga hem helpen. Yes! Oeh, dat was een geluk. Ik krijg in één keer major lag spikes. En ik weet niet waarom. En ik vind het niet leuk. Mama. Oké, we gaan naar huis en even slapen. Oh ja, maar dan moet het natuurlijk ook dicht. Hè? Ah ja. Oh shit, ik krijg in één keer freaking hard lag. Ik vind het niet leuk. Hou op. Oké. Lag be gone. Bitch. Holy shit, steeds als ik iets doe of zo, dan krijg ik een beetje lag. Kijk hier weer. What the fuck? Ons Mexicaanse huis. Hola, señor. Oh shit. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Ik wil alleen maar appels voor je halen. Zo. Ik heb je appels. En wat is dat? Een skeleton. In de fik. Ja. Wat een loser. I'll take your arrows, bitch. Kijk dan. Nu hangt hij weer een beetje... Ik vind het niet leuk. Wat doe je daar beneden? Sparky Mix, Spark, Spark. Ik dacht even dat ik zijn naam weer verkeerd had gespeld. Na dat ene... Akkefietje. Hé, wat is hier?
weinig. Oké. Een boor. Hoe lang moet je nog tot level 5? Nog tering veel. Ik gok dat ik hem eventjes ga poseren en eventjes ga uitrenderen en zo. Want ik heb al aardig wat gespeeld. Vind ik zelf. En ik moet natuurlijk al een klein beetje up-to-date blijven. Dus, volgende episode. Kom terug, jij. Nee, we gaan nu nog eventjes terug naar huis lopen. Volgende episode gaan we nog wat meer guinea pig trainen tot hij level 5 is. En daarna gaan we eventjes wat cave exploren om zijn armor te upgraden. Je weet al, diamond, dat soort gedoe. Ja, of ik doe dat nu eventjes. Ik wil wel, maar die lag, dat... Kijk hier, dan hangt hij weer even voor freaking 10 seconden vast. Dat is echt freaking irritant. Nou, geef ik weer zeggen, zeg niet zoveel freaking. The fuck! Holy shit, die kerel die ownde me bijna helemaal. Yep, ik ga hem hier even stoppen. Godverdamme, die kutlag. Oh, nog, ben je niet op mijn hoofd. Zo. Kijk dan die lag, jongen. What? Ik ga weer wat dingen moeten deleten, maar... Stay. Ik bedank jullie voor het kijken. En Sparky Rick, Spark ook. En... Wat wil je zeggen? Wat?